2021 was een bijzonder jaar met veel uitdagingen, maar zeker ook mooie en gedenkwaardige momenten. Zo was er die eerste online bijeenkomst over de energietransitie en leverde de campagne Duurzaamheid veel mooie voorbeelden op van walrenaren die duurzaam bezig zijn. En er vonden veel gesprekken plaats tussen de ondernemers. En de gemeente over hoe we zo goed mogelijk konden omgaan met de maatregelen. Het was nauwelijks nodig om handhavend op te treden bij overtredingen. Eerst drukte de besmettelijke Britse variant op en nu zitten we allemaal thuis dankzij de Zuid-Afrikaanse variant. We bleken een voorleeskampioen rijk te zijn in de gemeente. En er was een politieke markt om een frisse wind te laten waaien. In bestuurlijk Waalre. De Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats waarbij het mogelijk was vervroegd te stemmen en per brief voor kiezers met een kwetsbare gezondheid. En er was een afscheid van de oud-burgemeester. De nieuwe gemeentesecretaris startte en er kwam groen licht voor de herinrichting van de Eindhovense weg. na 75 jaar lang praten over de situatie. Ook mochten we weer massaal rekenen op de zwerfafvalpakkers. En bleken de vele vrijwilligers in Waalre wederom de smeerolie van de samenleving. We gaven ieder kind de mogelijkheid om mee te doen aan culturele activiteiten. En onze boa's ontvingen hun eerste dienstauto. En de Sint bracht toch een bezoek aan Waalre met veel creativiteit en zorg voor elkaar opgezet kortom dit jaar kenmerkte zich door veerkracht en verbinding. En ook blijkt te meer dat onze gezondheid een kostbaar goed is. Afgelopen jaar bleek onze veerkracht wederom groot. In Waalre moesten we net als in alle andere gemeenten ook in 2021 weer omzien te gaan met al die coronamaatregelen. Dit leidde in eerste instantie en bij het merendeel van u tot een grote teleurstelling, een begrijpelijke reactie. We leefden van persconferentie naar persconferentie, maar toch leverden die momenten ons ook steeds nieuwe manieren op, waarmee we samen keer op keer onze mouwen weer opstroopten en aan de slag gingen. Denk aan de acties van de vrijwilligers van bijvoorbeeld Goed voor elkaar Waalden. de kooplokaalactieactiviteiten lokaal actieactiviteiten tijdens de week van de ontmoeting. Tegen de eenzaamheid. En de bakactie van de Walrusse vrouwenorganisatie, die ervoor zorgde dat 80 dorpsgenoten wat lekkers ontvingen. Zowel met projecten als de herinrichting van de Molenstraat en de start van de afsluiting van de Traverse Zuid is hard gewerkt aan de verbindingen van Walren. Ook ging de nieuwe N69 open in oktober. En u bleef thuis en in uw eigen omgeving. De verbinding opzoeken met elkaar. En dat is ontzettend belangrijk. Deze instelling leverde ons als gemeente ook bovendien belangrijke input tijdens onder andere online informatiebijeenkomsten over tal van onderwerpen. En wat vonden er dit jaar veel online bijeenkomsten plaats? U krijgt de complimenten voor uw grote betrokkenheid bij die bijeenkomsten. Nieuwe verbindingen ontstonden ook binnen het project. Jong leert oud en oud leert jong. Een samenwerking met het Summa College waar ouderen vragen konden stellen over het gebruik van hun smartphone, computer of tablet. Het bleek een groot succes en vanuit beide kanten te werken. Onze jongeren hadden het afgelopen jaar ook de gelegenheid om een frietje of een broodje gezond op te halen bij een lokaal cafetaria. Dat was een schouderklopje voor de manier waarop deze groep omgaat met deze tijden. En ook onze lokale ondernemers steunden we op deze manier met deze actie. En dan waren daar gelukkig ook nog de momenten waarop we elkaar, weliswaar op afstand, maar in real life opzochten. Bijvoorbeeld tijdens de World Cleanup Day en de Natuurwerkdag en zelfs op de terrassen in de zomer. Fijne momenten waren dat. Het is belangrijk om fit en gezond te blijven. Gelukkig droeg u als inwoner een steentje bij. Massaal ontstonden er initiatieven om elkaar een hart onder de riem te steken. Zo was de sleuteloverhandiging voor Carnaval in een livestream te volgen. En daarna ook de feestelijkheden via online programma's. We kochten lokaal bij onze eigen ondernemers. En ook ondertekenden 25 partners. In september jongsleden het lokaal preventieakkoord voor een gezonde leefstijl voor jong en oud. Kinderen van de basisscholen verkregen in de zomer weer de gelegenheid om deel te nemen aan sportieve en creatieve activiteiten in de vorm van Sjors sportief en Sjors creatief. Ik wens u en uw familie een goed 2022. Blijf veerkrachtig, zoek de verbinding op en blijf vooral gezond.